Hallo, ik ben Myrna van Kemenade. En in de serie Yoga voor Beginners gaan we in deze tweede les het hebben over de Banda's en de ademhaling. Banda's. Wat zijn nu eigenlijk Banda's? De vertaling is eigenlijk slot, dus je maakt iets compact waardoor de energie niet verloren gaat. Dus op die manier op verschillende plekken in jouw lichaam kun je eigenlijk die energie, die prana, die levensenergie, die kun je dus sturen. Nou hebben we er drie tenminste die ik nu ga behandelen en de eerste is de Mula banda. En Mula banda die zit helemaal onderin bij je staartbeen. Dus daar waar ik nu zit. je, echt voelt gegrond. Moola betekent ook wortel. Dus je voelt je gegrond, geworteld in die basis, dat is ook de eerste chakra. He, chakra betekent een wiel en dat heeft weer connectie met het energetische lichaam. Nou, hoe span je nou de banden aan? Ik vergelijk het altijd met streepjesplassen, om het zo maar te zeggen. Dus je gaat heel diep in de bekkenbodem, alsof je even zo je plas ophoudt en dan weer laat stromen en weer ophoudt en weer laat stromen en weer ophoudt. En weer laat stromen. Dus op die manier ja, lift je eigenlijk de energie. Dat is eigenlijk wat het doet in bepaalde houdingen: lift je die energie omhoog zodat je ook gaat stromen en je ook letterlijk wat energieker voelt. Nou, is het wel zo met de moela banden dat je niet altijd hoeft in te zetten. Dus kijk altijd voor jezelf: van oh, ik ben nu alleen maar bezig met wel of niet aanspannen. Als je dat voelt, dan ga je eigenlijk altijd je doel voorbij. Dus zorg dat je het echt kunt inzetten daar waar jij het nodig hebt. Of echt dat het een functie heeft. Dus dat is de moela banden. Dus een beetje op en weer los en weer op en weer los. De tweede is de mula-band, of sorry, dat is de eerste. De tweede is de udiana um, banda. En udiana banda is het buikslot of het middenrifslot. En het makkelijkste eigenlijk om die aan te spannen, is ongeveer 2 centimeter onder de navel je vingers neer te leggen. En dan trek je nou, het is eigenlijk een beetje het gevoel alsof er iemand achter je rug daar aantrekt bij die navel en dat naar binnen trekt. Dat betekent dat je dus niet de hele buik naar binnen trekt, dus niet. Dan zou ik niet meer kunnen ademen en dan gaat alle adem omhoog en dan zit ik vast. Je hebt de rust. Je trekt hem alleen maar aan die onderkant naar binnen. Dan ondersteun je de onderrug. De rug is recht. En het mooie daarvan is, als je Uddiyana-banden aanspant, is dat jouw adem vanuit de lage buik eigenlijk automatisch al wat meer naar de flanken gaat. En die noemen we dan weer, of dat kun je in ieder geval plaatsen, de Ujjjay-adem. Maar ik ga nog even terug naar die banden bij de buik. Dus hoe kun je dat trainen? Je legt die twee vingers onder je navel en dan trek je hem even naar binnen. Bijvoorbeeld inademend. En dan weer los. En inademend. En los. En inademend. En los. Als je dan in een houding bent, of zoals ik hier nu zit, eigenlijk op het moment dat je gaat zitten of gaat staan binnen de yoga, dan mag je hem al plaatsen. Want daarmee ondersteun je de onderrug en hou je dat bekken ook compact. Dan laat je hem dus niet aanspannen, los, aanspannen, los. Maar je houdt hem gewoon bij je. Maar waardoor de bovenkant gewoon heel rustig blijft. Daar wil je gewoon vrij kunnen ademen. Dus kijk of je hem nu op dit moment kunt pakken. Uddiyana banda. Het is alsof je zo'n strakke broek aan hebt. En je doet hem hier omhoog en hier dicht. Dat puntje. Dan voel je dat die adem wat meer naar de flanken gaat. En dan mag je ook even de handen op de flanken leggen. En dan heb je eigenlijk een gevoel alsof je zoals een accordeon die uh, rippen opentrekt. Dus inademend is het. En uit. En ik laat juist bewust ook zien dat je hem helemaal kunt ledigen. Want wat er gebeurt is dat eigenlijk 70% van de bevolking verkeerd ademt. Die doen dit. Misschien herken je het wel. Maar wat er dan gebeurt is dat je dus niet volledig alle energie naar binnen haalt die je nodig hebt voor de dag. Dus je voelt je misschien ook een beetje futloos, maar ook je eindigt niet helemaal leeg. Dus dat betekent dat in dit middenstuk veel afvalstoffen, die spanning, die stress, boosheid zit ook vaak in de longen gehuisvest. Dat je die niet eruit perst als het ware. Dus met zo'n Ujjayi adem, Ujjayi vanuit het Sanskriet betekent verruimende ademhaling, overwinnende ademhaling. Dus je mag hem ook best wel wat kracht bijzetten. Dus je begint eerst met het liften van die Oediane banda 2 centimeter onder de navel. Hier is het vrij. En dan zet je hem in. En uit. Nou hoor je mij die adem ook echt geluid geven. Hè? Het is een beetje dat zeegeluid. Nou, hoe je dat kan oefenen: als je bijvoorbeeld iets op een raam tekent, dan doe je niet blazen, dan zie je eigenlijk niks, maar je doet en dan kun je iets tekenen op dat raam. Nou, dat kun je zowel in als uitademen doen. En dan ben je zeg maar die huig. Achter in de keel. Het staat open, maar je brengt hem iets omhoog, waardoor je dus wat meer die ademkracht kunt geven. Het beste kun je dit oefenen met de mond open, dan weet je even zeker van, oh ja, hoor ik dat geluid? Zit er misschien nog wat hapringen in dat je er doorheen moet masseren? Als je hem dan hebt. En je blijft nog steeds liften vanuit die Odiana banda. Dan sluit je de mond. Maar dan doe je nog steeds hetzelfde. En zo kun je jezelf trainen om dit toe, toe te passen. En die Ujjayi adem met die Uddiyana banden die pas je meestal toe in actieve lessen, zoals een Ashtanga, Vinyasa, Flow lessen, want je wil jezelf ondersteunen en je wil die energie er doorheen brengen. En de banda zorgt er dus ook voor dat die energie niet verloren gaat. De derde banda is de Jalandhara banda, oftewel de kinslot. En dat is dat je de kin naar de borst brengt. Nou is het dus niet dat je dan zo je hoofd naar beneden laat hangen, want dan sluit je het eigenlijk af. Maar wat je eigenlijk doet, is je trekt hem naar binnen. Maar eigenlijk de achterkant, en dat kan ik je nog iets beter laten zien als ik ga zitten. De achterkant trek je omhoog. Dus stel je hebt hier de benen gestrekt en je zit rechtop. Nu zit ik ingezakt en ik heb een beetje zo mijn hoofd los. Je lift jezelf vanuit de kruin omhoog. Maar wat je dus vaak ziet, is dat mensen daar zitten in een houding. Dan heb je een knik achter in de nek. Dat dus vinden de wervels niet fijn. Maar ook die energie die gaat ook weer verloren. Die gaat ook door de kruin of door de mond. En dat je die met die jalandhara bandha. Hem naar beneden trekt, dan hou je eigenlijk de energie bij je. Dus je trekt de kin actief naar beneden. En daar adem je diep in en uit. Ik kan een mooie onderkin maken op mijn 51ste. Dus je trekt hem echt actief naar binnen toe. Daar. Dan adem je ook een beetje tussen de schouderbladen in. Je kan ook eventueel je handen naast je zetten onder je. manier laat je die energie dus niet wegvliegen, maar hou je het bij je en laat je hem ook echt op gang komen. Dit is de actieve ademhaling die we net deden, dus de Ujjayi adem met de combinatie van de uh, Uddiyana Bandha. Nu gaan we precies naar het tegenovergestelde en dat is de lage buikademhaling. En dat is ook dus hoe lager die adem, hoe rustiger de hartslag hoe lager de bloeddruk en dus hoe meer je ook weer de connectie maakt letterlijk met je buik en je intuïtie. Wat je kunt doen om die adem daar te krijgen is een kussentje of iets anders zwaars op je buik te leggen. Zo, echt laag op de onderbuik, dus niet in het middenrif, echt op de buik. Je legt je armen naast je neer, je laat de voeten naar buiten vallen. En door de zwaarte van het kussentje voel je of die adem daadwerkelijk in dit gebied is. Als jij denkt: oh, maar ik voel het nog steeds in mijn hart. of zelfs bij mijn schouders of meer in het midden. dan ben je nog te hoog in je energie. Dan sta je nog steeds aan. En dat verzorgt weer, of zorgt eigenlijk voor veel stress. Dus kijk of je die adem helemaal laag naar de buik kunt brengen, naar die zwaarte van dat kussentje. En zoals een ballon ook werkt, als je hem opblaast, wordt die groter. Dus als ik nu inadem, dan zie je het kussentje omhoog gaan. Adem ik uit. Zuurstof komt naar binnen, gaat omhoog en uit. Dus als je het gevoel hebt dat je weet wat de plek is om laag te ademen door de zwaarte van het kussentje, kun je het ook weghalen. En dan leg je de warmte van je handen op de warmte van je buik. En op die manier weet het brein ook van ah, je wil met je aandacht dus helemaal naar beneden. En als je hier diep in en uit kunt ademen, dan maak je ook echt contact met je onderbuikgevoel, je intuïtie dat je voelt of iets goed is of niet goed. En hoe lager die adem, hoe rustiger jouw geest, hoe rustiger de hartslag, je lager je bloeddruk is. Dus breng die adem naar beneden. Inademend komt de buik omhoog. Uitademend weer rustig naar beneden. En dat kun je voor jezelf een paar keer doen met de ogen gesloten. Maar je kunt hier ook bijvoorbeeld 10 minuten blijven liggen of zelfs een kwartier als je even die rust nodig hebt. En op die manier, dat is, dit is eigenlijk ook je aan- en uitknop. Dus als je aanstaat, zit je adem hoog, snel, actief, zit die bovenin. En als je uitstaat, als je in die rust en diepe ontspanning, dan ga je in die lage buik. Ik kom er nu even uit. Dus we hebben nu de drie banda's besproken. En als je ze samen bundelt, dan heb je maha. Maar eigenlijk ja, plaats je ze meestal los van elkaar en zorg ook voor dat je niet meteen van jezelf verwacht dat je alles onder de knie hebt. Maar ga gewoon voor jezelf het trainen. Ik wens je heel veel plezier en succes met de oefenen.